jaren 60 werden de meeste Oost- en Centraal-Afrikaanse landen onafhankelijk. Vanaf 1865, toen Afrika op het congres van Berlijn onder de Europese mogendheden was verdeeld, hadden missie en zending gewerkt in een westers koloniaal systeem. Wij als blanke medewerkers van de Belgen, van de staat, dan zit je in een machtspositie. En wat dat betreft is onafhankelijkheid is een goed ding geweest. Toen waren wij onze machtspositie kwijt. Ik denk dat het een heel belangrijke factor is geweest. In de hele bekeringsproces van onszelf. Van u? Ja. U hebt toen een keer tegen die mensen gezegd dat u in het begin heel veel dingen fout had gedaan. Ja, dat hebben we ook. En ik heb dat ook eerlijk bekend. En toen waren die mensen zo, opgetogen over, hè. Dat ik dat toegegeven had. Wat hebt u nou gezegd, dit en dat hebben we verkeerd gedaan? Ja, een heel veel dingen, hè. Dat kan ik hier natuurlijk niet allemaal uitleggen, maar zij begrepen dat direct. Omdat zij in de situatie zaten. Hè? Dwang van bovenaf. En onze machtspositie misbruiken om wetten op te leggen die eigenlijk geen christelijke wetten zijn geweest. Hè? En zo heel veel dingen. Dat, ook een verkeerd inzicht in hun cultuur. Daar hadden wij dit. En we hebben het alles verkeerd uitgelegd, dat er afgoderij was enzovoorts. Terwijl voorouder vereniging was helemaal geen afgoderij. Dat kun je hier van de heilige vereniging ook zeggen, dus afgoderij. Pater Stevelink werkte 40 jaar in een Belgische missiecongregatie in de Congo, het tegenwoordige Zaïre. Nu hij sinds 3 jaar rustend is, had hij de tijd om terug te kijken en schreef Overdenkingen van een missionaris. U begon uw werk onder een politiek koloniaal systeem. Hoe koloniaal was de kerk in die tijd? Koloniaal in de zin van westerse mentaliteit ten opzichte van de mensen. Hadden de missionaris allemaal dezelfde westerse mentaliteit van superioriteitsgevoel over de arme zwarte hier. Theo Slaats werkt 33 jaar in Tanzania. Als secretaris van Afrikaanse bisschoppen heeft hij alle veranderingen van nabij meegemaakt. Hoe was de houding van de Afrikaanse bisschoppen tegen het Afrikaanse socialisme van Nyerere? Aanvankelijk toen Nyerere begon te praten over socialisme, sprak hij over Ujamaa. En Ujamaa, dat is een begrip wat hier bekend is in Swahili. Dus aanvankelijk waren de bisschoppen helemaal met Nyerere. Hè, omdat ze zeiden, dat is een man van ons, die hebben wij opgeleid. Toen dit begrip Ujamaa vertaald begon te worden door socialisme, en dit vooral let me op de centra, waar de intellectuelen gevormd werden, dat wil zeggen op de universiteit, en Kivu Koni College in Dar es Salaam, wat de opleiding was voor de partijfunctionaris. Daar werd het Ujamaa vertaald in socialisme. En dan Marxistisch-Leninistisch socialisme. Toen begonnen de moeilijkheden daar, vooral toen Nyerere consequenties begon te trekken uit zijn Ujamaa-politiek. Nationalisering van alle land. Dat was de eerste klap die tamelijk hard aankwam. De missie had overal nogal veel grond. De volgende stap was het nationaliseren van huizen, winkels en bedrijven. Veelal zonder compensatie. Dat trof, behalve de missie, vooral de Indiërs. Bij eenzelfde maatregel in Oeganda werden alle Indiërs het land uitgezet. De derde maatregel was ingrijpender. Mensen in heel Tanzania, die ver van de bewoonde wereld leefden, moesten bij elkaar worden gebracht. De partij gaf daar 2 redenen voor. Het bereikbaar maken van scholen en gezondheidszorg. En ten tweede om het stamverband te doorbreken. Stamhoofden werden afgezet en de stammen moesten met elkaar leren leven in Ujamaa-dorpen. De katholieke missie, die haar kerken en scholen in die afgelegen dorpjes had gebouwd, werd hierdoor getroffen. De gezamenlijke kerken begonnen te protesteren toen dat samenbrengen hier en daar gepaard ging met geweld. Zonder voorbereiding werden mensen opgepakt en in vrachtwagens geladen.
Hun isolement was doorbroken, maar de voorouders bleven achter. Losgeslagen van hun wortels moesten ze van de ene op de andere dag Tanzaniaan worden. Een volgende stap die erop kwam, was met de nationalisering van alle scholen. Vroeger hebben de missies altijd gewerkt en hun grote invloed uitgeoefend vanwege de school. Dus normaal genomen was het zo, kinderen die zaten op school 4 jaar, of als ze naar de middelbare school gingen toentertijd 6 jaar. En heel veel van die kinderen die de godsdienstonderricht gevolgd hadden op de school, werden gedoopt als ze van de school afkwamen. Dus afgezien van grote mensen die bij de catechisten godsdienstonderricht volgden, was onze grote toeloop via de school. Dat is niet tot een rechtstreeks conflict gekomen met de regering. De regering heeft de scholen niet genationaliseerd. De kerk hebben de scholen overgegeven. Onder hele zware druk en met heel veel tegenzin. Dus als je dan vraagt hoe was de reactie van de bisschoppen op Nigeria met zijn Ujamaa-politiek, dan zeggen ze, in theorie is dat schitterend. Zijn politiek van Ujamaa is gebaseerd op die twee pijlers, het traditionele stamverband, wat hij nu over probeerde te planten op nationaal niveau. En zijn tweede pijler was het evangelie. Hij is een overtuigde katholiek. En daar heeft hij zijn theorie van Ujamaa op gebaseerd. Nou, zolang als bij de theorie blijft, geen moeilijkheid, maar die punten die ik dus opnoemde, daar leek het dus heel duidelijk op dat die groep van de intellectuelen op de universiteit, Kivu Koning College, die zeggen er is maar één socialisme en dat is het wetenschappelijk socialisme. Marxisme. Dus ze zeggen, ja, wie moeten wij geloven? Nyerere of de mensen die hij aanhoudt, ook in de regering, want de partijideoloog was ook een Marxist opgeleid op de Sorbonne. Maar laat zeggen, in de ster van het Franse communisme. Ze zeggen, wie moeten we geloven? Nyerere, die heel mooi praat. Of de mensen die de zaken uitvoeren en dan die uitvoering die wij dus zien. Dat lijkt nergens op het evangelie. En zodoende is die verhouding tussen de bisschoppen en Nyerere in het bijzonder, is altijd geweest van de ene kant antagonisme, van de andere kant steun. Zambia vierde het afgelopen jaar het eeuwfeest van de katholieke missie. One Zambia. Stand and sing of Zambia, proud and free. Land of work and joy in unity. Victors in the struggle for the right. We won freedom's fight. All one, strong and free. De president is Kenneth Kaunda, een overtuigd protestant. Wat zegt Kaunda van de kritiek dat de kerken de Afrikanen in hun strijd voor onafhankelijkheid alleen hebben laten staan? I don't think they understood the bitterness of feeling against colonial oppression. And the result is a good number of them kept quiet. They just went about preaching. Preaching to the oppressed is not a very good thing. And of course, in fairness, one must say a good number of them stood up to be counted. A good number of them were my personal friends. I see. So I remember very well that they stood up, they held meetings with us, and these came from different religious groups. So one can't say the whole missionary group was silent about this. A good number of them stood up and got counted. So the official churches kept silent, but you got support from individuals. Individual, yes, that's correct. Yes. In de Engelse koloniën is de overgang naar de politieke zelfstandigheid op een enkele uitzondering na onbloedig verlopen. In tegenstelling tot de Belgische Congo. Daar raakte een groot deel van de missionarissen in gevangenschap tijdens de opstand van de Simba's in 64. De meeste werden door de Belgische parachutisten en de huurlingen bevrijd. Ongeveer 160 missionarissen werden vermoord.
Hieronder 21 kruisheren, waarvan 5 uit het Brabantse Ude. De jongste was 33, Jan Verhoeven. U wist dus dat ze gevangen waren genomen? Ja. Maar zag u het erg in, dacht u? Ja, maar ik zal eens zeggen. Dan Jan die schreef zo opgewekt en opgeruimd. En dan hadden dan nog, dat is gek dat ik zo weinig verstand heb gehad. Want het is toch wel heel erg geweest. Maar met het beginnen ging dat goed zat. En onze Jan die schreef, de zwarte zijn veel beter als veel mensen denken. En als veel mensen, ja, die begreep de zwarte zo goed. Begreep de dat. En ik zal eerlijk zeggen, dan zeggen ze nou wel eens, Drika, je hebt toch wel moeite met de zwarte. Zo moeite om daar vriendelijk tegen te zijn. Helemaal niet. Met een uurste, maar gerust weten. Ze worden hoe langer hoe lelijker. Toen ze Janne dood hebben gemaakt, toen dacht ik, oh, het is toch ook geen wonder. Want, maar ja, naar de hand is dat, was dat weg, gauwachtig. En ik heb nooit die mensen veroordeeld. Toch niet. Want de omstandigheden, het is niet dat ze die mensen doodgemaakt hebben uit haat. Maar de, ja, die gebruiken al die verdovende middelen en hennep en dat maken ze allemaal zelf. En dan zijn ze, dan is het net als het spreekwoord, ze zijn de missionaris, dan zijn het leven. Wie kwam het zeggen? De kruisheer hier, de prior en de rector en ja. En was vader daar ook bij? Ja, daar was vader bij, maar ja, dan... Toen wist ik het al. Ze hoefde het niet meer te zeggen. Het is gebeurd, maar we wisten het. En bij hen, ja, 9 maanden hebben ze vastgezeten. Helemaal vast, ze mogen niet wandelen, ze mogen niet. Met de lange lijsten is ietsjes beter geworden. Dat ze toch weer, maar ja, soms... Maar ze wisten het zelf ook. Ze hebben een dag geweten voordat ze vermoord werden. Dat ze eruit moesten. Dat hebben ze ook gewoon gezegd. En toen hebben ze nog eten gekregen, honger, dat is ook erg. Hè? Ze hadden honger, ze hadden niks meer. En toen hebben ze rijst gekregen. Toen kregen de zusters rijst. De zusters zaten er ook bij. Hè? En toen hebben de zusters rijst gekregen en toen vroegen ze of dat ze mogen delen met de missionarissen. En die hebben niks meer nodig, want die zijn overmorgen dood. Over een halve dag, die hebben niks meer nodig, die zijn dood. En toen geloofde ze het ook niet, maar een uur van te ver hebben ze gezegd, nou beginnen we met de missionarissen. En daar zijn ze ook, toen hoorden ze muziek en ze hoorden een beetje leven. En het had alles tezamen, heeg het een groot half uur, 3 kwartier, heeft dat geduurd. En die hebben ze niet doodgeschoten, maar allemaal mee hakken en messen. Zo'n mesjes, grote mesjes. Als je dat dan allemaal ja, dan vertelde, denkt er... Vertelden die kruisheren dat toen aan jullie? Nee, mee, die wisten dat ook nog niet. Die wisten alleen dat ze dood waren. En hoor eens, en hoe reageerde u en hoe reageerde vader? Ja, vader zei niks meer. Vader die stortte in, begrijpt het? Vader zei niks meer. Onze vader heeft veel moeilijker gehad dan ik, en ik zal het eerlijk zeggen. Veel moeilijker. Kon die er niet over praten? Nee, die kon er niet over praten. Tegen mij zelfs niet. Ik heb zo dikwijls geprobeerd, maar onze vader is zo lang gestorven. Die kon niet, tegen mij ook niet. Als ik over onze Jan begon, dan had hij dat. Nou, de dood. Zie je dat, hè? Maar dat is gek. Want je ziet veel dingen niet voordat het eigenlijk te laat is. Maar ik heb zo dikwijls geprobeerd. En mijn vader is over onze Jan te praten, over de missie. Hij wist het zo te draaien, dan maakte hij zo af. Begrijpt het? En vader die kon ook druk proten, en vader waren geen mens, die praten altijd. Maar over onze Jan, nee. Nee, dat is voor onze vader heel erg geweest. Heel erg. En dat weten de kruiseren ook goed. Erger als voor mij. Dat is wel, dat zeggen, als moeder zijn dezelfde toch. Maar ja, dat is toch weer... Ja, maar hoe hebt u nou uzelf daar nou een beetje mee kunnen troosten? Want... Ja, onze Jan, die was zo naar de missie. En die was zo, en dat is toch, wat is ten geluk geweest dat ik dat geweten heb. Snapte dat? Dat was, ja, hij heeft zelf gewild. Alles wat gebeurd is, heeft hij zelf gewild. Als je nou vanuit de kruis gestuurd was, dan was het veel erger geweest.
Maar Jan die was net zo blij dat hij voor de missie benoemd worden. Zo blij, wij niet. Hebben ze nog een begrafenis gehad? Nee, ze hebben niks gehad. Ze hebben geen niks. Ik zal eens zeggen hoe dat begonnen had. Ze hebben ze naar de rivier gedreven. Hebben alles uit moeten kleden, alles af moeten geven. Zo zijn ze naar de rivier gedaan. En oude mensen in de water, die kon niet zo goed lopen. En die dan, als ze niet vlug had gingen, dan duwden ze een geweerkolf in de rug. Ze moesten lopen. En toen zijn ze bij de Ruby, de rivier de Ruby. En daar hebben ze ze allemaal in gegooid. En in een zwom nog. Ik heb al graag kan hebben van ze Jan zijn. Nee, daar werd er niks af. Maar je denkt zoveel die tijd. En dat doet er nog. Ik denk altijd nog, oh, soms jammer, gauw doen. Het is geweest. Maar het waren nogal een tijdje. Nu waren ik kan eindig. Ja. Ja. Maar ja, dat is toch wel, ja, dat is akelijk. En, er leefde toch altijd mee mee. Hè. Ja. Er is geen dag of je denkt er aan. Dat is gek, maar het is. Maar het is. Hij zal trouwens op het laatst wel meer aan jullie gedacht hebben dan aan zichzelf. Ja, daar heb ik zo dikwijls gedacht. En Jan die zei altijd, moeder, wij moeten goed in ons gedachten houden dat ze ons niet hebben geroepen, dat we gekomen zijn. De politieke omslag in de Afrikaanse landen viel samen met de roerige jaren 60 in Europa. In Nederland luidde ze het einde van het missietijdperk in. Wegens gebrek aan belangstelling werden de seminaries opgeheven. In dit voormalig studiehuis van de Scheutisten hangen foto's van alle missionarissen die sinds 1865 over de wereld werden uitgezonden. Tot ongeveer 1960 was het aantal uitredingen te tellen op de vingers van één hand. Van het laatste paneel met 48 missionarissen traden er 22 uit. Voor ouders was uittreden in de regel een harde klap. Op kerstavond 1971 vertelde Jan dat hij ging uittreden. God alleen weet wat een moeite en een strijd het is geweest om dat besluit te nemen. Voor ons was het een grote teleurstelling. Vader zei na een eerste opwelling, als ik eens ga sterven, wil ik geen afgevallen priester aan mijn bed. Maar dat is allemaal wel bijgelegd. Na 2 jaar is vader rustig overleden. Met al zijn kinderen, ook Jan, aan zijn sterfbed. De lichting die nog net voor 68 afstudeerde en naar Afrika ging, kwam niet in een opgemaakt bed. Harry Tullemans, die hier na 2 maanden vakantie in Nederland terugkomt op zijn missie, krijgt een geïmproviseerd welkom. Karibu Baba. Welkom, vader. Karibu Baba. Harry kwam met 2 andere jonge missionarissen in 1967. Wat ze voor hadden op de oudere generatie was dat ze 6 maanden de tijd kregen om de taal te leren. Maar de cultuurschok was er niet minder om. Ik kan me herinneren dat ik helemaal in paniek raakte. Dat ik helemaal in paniek en zei, wat kom ik hier in godsnaam doen? He, dat je echt niet zag wat je aan al die bagage, die intellectuele bagage die je meegebracht hebt, wat je daar aan had. Nou ja, achteraf was dat toch wel positief, want omdat ik helemaal niets te bieden had, moest ik naar de mensen gaan luisteren. En moest ik eerst alles van de mensen zelf ontvangen. Dus het is toch wel positief geweest naar de hand. Maar dat was de eerste moeilijke periode, dus die eerste 6 maanden, dat we daar een beetje in een gesloten omgeving zaten en weinig contact hadden ook met de mensen, alleen met de Swahili leraren. En dan deze vraag van, ja, wat komen we hier eigenlijk doen? Nou, na 6 maanden, toen gingen we terug naar Morogoro. Is het standplaats?
Dat was de hoofd, daar zat het bisdom. Dat was het bisdom, ja. Daar zit de bisschop dus ook. En toen werd onze laatste zekerheid, of althans, werd ook weggehaald. We werden dus uit elkaar geslagen. Eén die ging helemaal naar het noorden toe, naar Same. De tweede die werd ergens verstopt in de Uluguru-bergen, in het verste post van de Uluguru-bergen. En ik ging naar een uiterste post in de Unguru-bergen. Dus vanaf mijn Honda nog zo'n 8 kilometer lopen tegen een berg op. Ontzettend eenzame plek. Nou, daar werden we heen gevoerd. Maar de tweede moeilijkheid was eigenlijk dat we de aansluiting misten bij onze missionaris-collega's. De ouderen. De ouderen. Ik had zo de indruk dat wij een beetje een bedreiging voor hen waren. Ze hadden de wildste verhalen over ons gehoord. We waren de nieuwe lichting. Wij zouden even komen zeggen hoe ze het moesten doen en dat ze het verkeerd hadden gedaan tot nu toe. Ze wisten natuurlijk ook dat wij wat nieuwere theologieën hadden gehad en filosofieën. Dat we wat vrijer waren geweest in het lezen van boeken. Dat wij hier en daar ook over de schutting hadden gekeken. Dat we Marx en Lenin lazen en zo. Al dit soort verhalen, dat kwam erg bedreigend bij hen over. Terwijl we eigenlijk toch niet bedreigend waren. Geen echte bedreiging voor hen waren. He? En ze hebben eigenlijk te laat begrepen dat wij onzeker waren. Ontzettend onzeker. En dat, ja, onder die onzekerheid, om die onzekerheid te verbergen, dat we misschien een beetje, ja, ik weet het niet, te hooghartig overkwamen, dat weet ik niet. Maar die eerste periode is verschrikkelijk moeilijk geweest. Want jullie kwamen dus allemaal bij zo'n oude pastoor en die dachten, we zullen die mannetjes wel eens even temmen. Nou, zo was het, ja, inderdaad. Ja? Maar ja, naar de hand natuurlijk, toen we elkaar beter leerden kennen en toen zij inzagen dat wij inderdaad ook ontzettend kwetsbaar en ontzettend onzeker waren, toen hebben ze ons toch wel geholpen. Maar die eerste tijd, vanwege die misverstanden, hè, van de verhalen die er rond deden enzovoort. Wij zouden bijvoorbeeld niet met de Afrikaanse kleren praten. Nou ja, gewoon, wij kenden geen Swahili. Ik kan me herinneren dat we inderdaad aan tafel zaten met de Afrikaanse priesters. Wij durfden onze mond niet open te doen. En die Afrikaanse priester, die klaagde naar de hand. Die zeggen, die nieuwe Europese paters, nou, die willen niet met ons praten. Maar dat was ook niet zo. En dat kwam dus bij de Europese priesters terecht. En die maakte dat, die dikte dat aan. Die zei, inderdaad, ze willen dus niet omgaan met de Afrikaanse kleren enzovoort. En dit soort misverstanden allemaal. Vanaf het prille begin hebben Europese missionarissen Afrikaanse jongens opgeleid voor het priesterschap. Nu zijn er genoeg zwarte bisschoppen om dat zelf te doen. Dierbare broeders, laten wij God de Almachtige Vader bidden, opdat hij overvloedig de hemelse genade zou schenken aan zijn dienaren hier aanwezig, die hij heeft uitverkoren tot de genade van het priesterschap, en opdat zij met zijn hulp zouden voltooien wat ze door zijn goedheid mochten ondernemen, door Christus onze Heer. Amen. In 1968 werd voor het eerst serieus over Afrikanisering gesproken, die verder ging dan Afrikaanse priesters en bisschoppen. Ook de theologie moet werkelijk aangepast worden aan de cultuur van hier. Tot nog toe hebben we dus gewoon simpelweg gekopieerd wat er in het Westen aan de hand is geweest in de kerk.
dat overgebracht naar hier, zei, het is tijd gekomen dat het moet Afrikaans worden. Ook met de wetgeving. Een hele hoop van de wetgeving, van de kerkelijke wetgeving, ligt helemaal ingebed in de Europese cultuur. En dat is vooral bijvoorbeeld een wetgeving met, wat betreft huwelijken, et cetera. En hier zijn heel andere normen geaccepteerd geweest. En er is helemaal geen rekening mee gehouden tot nog toe. En er waren van de bisschoppen waren er verschillende die in principe daar heel dik mee eens waren. Vooral omdat het juist na de bezoek, of een tijdje na de bezoek van paus Paulus VI aan Oeganda kwam. En de paus heeft toen gezegd, we moeten een Afrikaanse kerk hebben. Een Afrikaans christendom. Wat deze paus niet meer zou zeggen. In 1971 waren er een heel stel van die Afrikaanse priesters. Ze zeggen, nou, het is heel aardig om dat te zeggen, maar doen. Dus die zijn toen op een gegeven moment naar de bisschop toegegaan. En zeiden, nou is de tijd van de Afrikanisatie gekomen. Dus nu, op dit moment, alle functies, bestuursfuncties in de bisdom, dus vanaf de econoom, secretaris van de bisschop, directeur van sociaal werk, directeur van catechetisch werk, dus alle diocesane functionarissen, Afrikanen, Europeanen eruit. Al de dekens vanaf dit moment Afrikanen. Al de grote missies die gestabiliseerd zijn in de handen van de Afrikanen. Missionarissen zijn missionarissen, wil zeggen, die moeten ontginnen. Die moeten niet in gevestigde parochies zitten, dat doen wij. Ook missionarissen die eind jaren 60 kwamen, werden nog bij voorkeur naar gebieden gestuurd waar ze praktisch opnieuw moesten beginnen. Pas als zij een school hadden gebouwd, nam een Afrikaan de missie over. Hoe groot is uw parochie? Nou, ik denk wel dat het zo groot is als half Limburg, die parochie. Ik heb een buitenpost. Het is eerst 2 uur met de auto, met de landrover, en dan nog eens 3 uur te voet. En soms dan moet je heen en terug op 1 dag, dus dan ben je van de morgen tot de avond ben je onderweg. Hoddy, hoddy. We hebben hier die dorpjes gezien. Leven daar nu allemaal christenen? In dat kleine dorpje waar ik woon, Msongozi, daar wonen voornamelijk christenen. Maar het dorpje wat 5 kilometer verderop ligt, dat zijn allemaal moslims. Dus je kunt wel zeggen, nou, er zijn een heel aantal families die allemaal moslim zijn. Hè? En bij ons is het, of in Msongozi, dus allemaal christen. Maar hebt u met deze mensen contact? Ik heb heel veel contact, want ik denk dat het zo is dat de mensen op de eerste plaats Afrikaan zijn en op de tweede plaats christen of islamiet. Met kerstmis bijvoorbeeld, dan zit een hele delegatie van de moslims, die zit in mijn kerk en die zingen uit volle borst mee. Ze hebben helemaal geen problemen met meevieren. Dat voel ik ook altijd als ik bij de moslims word uitgenodigd, hè, op het feest, bijvoorbeeld het einde van de Ramadan. Op het einde van de vastentijd, dan gaan zij zo de hele nacht door. Hè? Daar ben ik ook bij. En het leuke daarvan is, zij nodigen je ook uit om iets te zeggen. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan met moslims, om bij mij in de kerk iets te zeggen. Maar zij zeggen gewoon van, nou ja, je bent een man van God, dus je kunt ook wel iets over die God vertellen. En nou ja, dan klim je op dat sprekenstoel en dan begin je wat te vertellen. En wat zeg je dan in zo'n geval? Nou, je gaat in meestal op dingen die je gemeenschappelijk hebt. En we hebben eigenlijk een profeet gemeenschappelijk. Dat is Isa bin Mariam, Jezus. Dat is voor hen ook een groot profeet. En in de Koran, daar wordt zijn naam nog wel eens een keer gebruikt, hè? En heeft prachtige namen daar, hè, in de Koran. Hè? Heet de Mubarak, de gezegende, de Nabi, hè? Dus de profeet, hè? En de Kalimat, Kalimat Allah, dus het woord van God. Hè? Maar ja, ik ga in op dat we gezamenlijk deze profeet hebben en dat deze profeet ons een boek heeft gegeven waarin hij ons een beetje de weg wijst naar die God die we allemaal gemeenschappelijk hebben. He, dat die God, die Allah, en die God van de christenen, dat de een en dezelfde God is.
In de jaren 60 hielden veel priesters het voor gezien. Het aantal zusters en broeders dat naar Afrika ging, steeg daarentegen. Dit gebeurde op verzoek van de regeringen die geen personeel hadden voor de genationaliseerde scholen en ziekenhuizen. Die leerlingen die hier zitten, zijn dat allemaal katholieke kinderen? Krijgen die ook godsdienstles? Die leerlingen zijn van alle gezinten. Je hebt de Islam, je hebt de Moravian, de Luther, de Katholieken, de Anglikanen, Adventisten, Pentecosten. En die krijgen dan donderdagsmorgens, is er de hele morgen godsdienstles. Er komt een zuster, er komt een pater, er komt een Tjungaji. Tjungaji, dat is de dominee. Voor de islam is heel moeilijk om daar iemand voor te krijgen. Dus die meisjes die krijgen de Koran, die hebben de boeken en die moeten zich voor zichzelf studeren. Oh, dus het is echt voor de ontwikkeling van mensen in Tanzania en niet van de katholieken van Tanzania? Nee, helemaal niet voor iedereen. Want dat is ook de regering. Je mag niet alleen katholieken aannemen. Dus het is altijd gemengd. Elke school is gemengd. En dat gaat goed? Heel goed, heel goed. Dat zou eigenlijk iedereen kunnen doen. Jawel, maar zij weten dat wij katholieken zijn en katholieke zusters zijn. Dus zij komen met de vraag, waarom doen jullie dat? He? En door ons leven ook, dat wij klaarstaan voor hun. He? Dat, nou ja, ergens om het nog maar eens, is misschien voor sommige mensen een beetje hooggegrepen, maar door ons liefdevolle omgang met de mensen, hopen wij de liefde van God zichtbaar te maken. En inderdaad komen ze ook wel op die vraag. En leren ze dat ook wel zien. En dus niet met woorden, maar met onze daden geven wij dan toch godsdienstonderricht. En het komt ook wel met woorden voor. Want als ze met een probleem komen, dan zeg je ja, als katholiek zeggen wij dat zo. En de Moravians zeggen dat zo. He, maar wij dienen allemaal één God en zelfs de Mohammedanen. Dingen die verkeerd zijn bij ons zijn ook verkeerd bij jullie. En dat soort dingen, dan kom je toch eigenlijk op geloof terecht. He? Maar in een hele ruime zin. In een ruime zin, ja. Het is niet zieltjes proberen te vangen. Het is niet specifiek godsdienstles. Maar als wij de religieuze achtergrond niet hadden, denk ik niet dat wij die 30 jaar volgehouden zouden hebben. Nee. Voor jezelf is het niet. Als alleen maar ontwikkelingswerkers. Nee. De missionarissen die aan het afbouwen zijn, staan nog één keer voor een zware opgave. Op medisch en sociaal terrein krijgen ze te maken met AIDS, waar heel Oost-Afrika zwaar door wordt getroffen. Hebben die kinderen geen ouders? Of alleen een moeder of vader? Maar in al deze kinderen is de moeder overleden of de moeder is geestelijk gestoord. He, dus, en daarom mogen ze hier komen dan. Zijn ze over het algemeen gezonde kinderen? Nou, dat kan ik niet zeggen. Heel vaak komen ze als hele kleine babytjes of ja, scharminkeltjes binnen. Omdat vaak ook de moeder al ziek is geweest voor de bevalling. He, dus, maar we weten nooit precies wat heeft die moeder nou gehad. Heb je dit werk altijd gedaan? Ik heb dit hier nou al 12 jaar gedaan. En daarvoor heb ik 10 jaar in Nederland ook in een kinderhuis gewerkt. Dus u kunt uw moederinstincten goed kwijt? Ja, dat kan ik wel. Als je 40 kinderen hebt, dan kun je het wel kwijt. Ja. Maar ik denk dat we nou dit jaar nog wel meer kinderen zullen krijgen. Want omdat er al lang meer moeders sterven aan AIDS. Dus het probleem wordt al lang groter hier. Zodat we ook straks misschien volledig weeskinderen zullen krijgen. Ja. Dus ik heb dit jaar ook enkele kinderen al gehad die aan AIDS gestorven zijn. En ik ben bang dat het dit jaar nog veel erger wordt. En volgend jaar ook. Gaan die kinderen onherroepelijk dood als AIDS? Als ze positief zijn wel. Maar we kunnen ze hier wel testen, maar niet voor een half jaar. Dus als ze een half jaar zijn, dan testen ze wel. Maar ja, daar kun je nog niks doen. Je kunt ze alleen maar goed verzorgen en meer niet. Hè. Het ziekenhuis in Igokwe ligt in een streek waar AIDS sinds 4 jaar een explosieve groei doormaakt. Hoger dan het landelijk gemiddelde. Nou, dat komt omdat wij hier op een gebied liggen waar een doorgang is naar Zambia en Malawi. En dan heb je al die chauffeurs die gaan hier overnachten en die maken daar een gezellige avond van en die brengen de ziektes hier rond. Vandaar dat we dus veel AIDS-patiënten hebben hier juist in ons nabije dorp. Hoe is de progressie van bijvoorbeeld de afgelopen 3 jaren? Nou, de eerste jaar hadden we 4 gevallen. Daarna hadden we de 26. Vorig jaar hadden we de 263.
Sterven er hier veel in het ziekenhuis? Ja, het sterftecijfer wordt steeds hoger van de AIDS-patiënten. Nou heb ik gezien dat die gewoon tussen alle andere patiënten liggen. Waarom hebt u niet een aparte afdeling voor AIDS? Nee, dat willen we helemaal niet, dat principe. En dat is daarom, wij willen dus zoveel mogelijk die patiënten weer naar huis brengen. Wij willen hebben dat die mensen die thuis gaan verzorgen, met het oog op dat het ziekenhuis zou te klein zijn als wij al die patiënten op moesten blijven nemen. En om te voorkomen dat die mensen dus denken dat ze te gevaarlijk zijn, willen wij die dus niet gaan isoleren. En wij willen die dus expres tussen de andere mensen leggen, ons personeel wel beschermen, hè, doordat ze handschoenen mogen dragen en zo. Maar we willen ze tussen de andere patiënten leggen, hè, om te laten weten dat er geen direct gevaar bestaat, gewoon voor de naaste omgeving. Als u de patiënten terugstuurt naar het dorp, hè, doet u iets aan voorlichting? Als wij dus verwachten dat ze AIDS hebben, dan gaan we ze eerst apart nemen, gaan met hun praten. Leggen hun uit dat hun misschien wel de gevreesde ziekte hebben. Dan vragen we of ze het goed vinden dat we het gaan testen. En als ze dat goed vinden, dan mogen ze daags daarna de uitslag halen. En als die dan positief is, dan gaan we met hun praten. Zeggen wat dat voor hunzelf inhoudt. Hè, hoe ze verder kunnen leven. Hoe ze geen direct gevaar zijn voor de omgeving. Maar dat ze dus wel moeten zorgen dat ze dus geen seksueel contact meer hebben. En als je dan ziet dat je dus jonge mannen hebt tussen de 20 of de 25 jaar die niet getrouwd zijn, hè, dus toch met verschillende meisjes naar bed geweest zijn, dan zeggen ze, zuster, dat kunt u wel zeggen, maar dat kan ik echt niet laten. Ik zeg u dat eerlijk, want anders maak ik u wat wijs. Dan zeggen we, jongen, nou, goed, het is goed dat je dat zegt. Dan moeten we toch proberen dat je dus iets krijgt, he, waarvan je dus die ander niet gaat besmetten, want dat is het grote gevaar. En in dergelijke situaties menen wij toch dat we ze condooms moeten meegeven, he, om de verdere besmetting te voorkomen. Maar dan krijgt u straks problemen met de bisschop. Nou, daar ben ik toch eigenlijk niet zo bang voor, want er zijn verschillende redenen waarom wij dit doen. En als wij dus zeggen dat wij dit dus op medische indicatie doen, dan zullen ze dat als zodanig toch moeten accepteren, menen wij. Wij schrijven dus alles eerlijk in de rapporten en ik heb nooit geen enkele commentaar hieromtrent gehad van de bisschop. Een feest. Ondanks de bereidheid om de missionaris te ontvangen, stuit de missionaris vrijwel direct op de zeer diep in het volksleven ingrijpende heidense praktijken en gebruiken. De aanstaande van deze jonge man was door een heidense vader verkocht aan een heiden. Zij moet, ook nu nog, vrijgekocht worden door de missionaris. En deze gaat. Thank you.
Hij komt als vriend. Het geweer is niet geladen. En men spreekt vriendentaal. Dan breekt de tijd aan van loven en bieden. Het meisje is de handelswaar. In een geldloze maatschappij was het meest waardevolle betaalmiddel lappenbedrukt katoen. Het aantal wordt geteld met grasprieten. Het stamhoofd zelf onderhandelt niet. Dat doen de raadsleden. Eindelijk schijnt het de doorslag te geven. Men kan de koop bezegelen door een gezamenlijke dronk palmwijn. Het vrijgekochte meisje gaat naar het internaat van de zusters voor verder onderricht in een christelijke opvatting van het huisgezin. En daar bereidt ze zich voor op haar toekomstige taak als moeder. Als de dag voor het huwelijk bepaald is, komen alle paardjes uit de omtrek tegelijk. Zo wordt het één groot trouwfeest op de missie. Maar een trouwfeest van een ander soort dan de vroegere heidense feesten. Een feest met waardigheid en gratie. Missie en zending hebben veel gedaan om het lot van de Afrikaanse vrouw te verbeteren. Ze deden dat vanuit hun eigen culturele achtergrond, waarin de man het voor het zeggen had. Hugo Winfelaar, witte pater, antropoloog, werkt ruim 30 jaar in Zambia, in een cultuur waar de vrouw het middelpunt is. Het is gebaseerd op een geloof, een biologisch geloof, dat de vrouw het leven doorgeeft, alleen de vrouw. Om het een voorbeeld te geven, zij zien het als een ei. De vrouw is een ei, die is volledig, helemaal volledig. Alleen om een kuiken te krijgen, moet het warm gemaakt worden. Dus bijvoorbeeld ook, het is heel grappig. Wij gebruiken in ons patriarchale vocabulaire, gebruiken wij bijvoorbeeld het woord semen, zaad. Dat hebben zij helemaal niet, want de vrouw die heeft het zaad. En de man moet erop gaan zitten. Ja, die moet dat warm maken zodat het uitkomt. Dus ideologisch dat is het een hele andere kijk op het leven. Ik zeg niet dat het biologisch goed is, maar vanuit een ideologie en een mythe, zo zien zij, en dat komt nog door de taal heen, dat zijn de moeilijkheden. Dus een vrouw die ziet zich helemaal volledig, het middelpunt van het leven. En een man zit daar omheen. Die koestert dat. Deze stammen zijn landbouwvolken. Vanuit hun godsdienstige visie was de vrouw iemand met rechten. De vrouw bewerkte het land en had dus alle recht op de producten die ze verbouwde. Ook het huis was haar eigendom. Door het contact met een dominerende westerse cultuur en een patriarchale christelijke godsdienst is haar bescherming krachtens die oude wetten verloren gegaan. In een geïmproviseerd spel willen de vrouwen hun situatie schetsen. Ja, ze willen dus dramatisch laten zien wat de moeilijkheden die ze hebben in hun familie. Hè. En dat is wel heel frappant, dat ze kunnen worstelen met die westerse beschaving. Dus je ziet aan de ene kant die traditionele vrouw, die getrouwd is met haar man, in de kerk ook, zegt ze. En dan zie je dat die man zich een beetje voelt als een Europeaan en die wil naar een liefje gaan. Hè. En die gebruikt ook verschillende woorden. Als hij met zijn vrouw praat, dan praat hij gewoon de volledige oude taal. Maar als hij gaat naar die andere kant, naar zijn liefje, dan krijgt hij ineens Engelse woorden. Darling, girlfriend, en I want beer en zo. Darling! My sweetheart. Dan zie je toch het verschil, de moeilijkheid.
Die is leven in die twee werelden. En dat wordt uitgeduid daar in die film. We proberen nou die mannen te vertellen dat ze ook iets voor hun vrouwen over moeten hebben. Ja, maar het is heel moeilijk hoor. En vooral dat zij langzaamaan veel van hun werk zullen moeten overnemen. Want wat is gebeurd, dat zij veel voorrechten hebben gekregen sinds onafhankelijkheid. Bijvoorbeeld het houden van het loon. Vroeger had de vrouw de beloning van het eten. En nu gaat hij werken en houdt het, dat zag je ook op die film, hij houdt het geld in zijn zak. Hij heeft nooit geleerd om dat te zien als een beloning voor zijn hele gezin. Hij denkt, dat is het dan een beloning voor mij. Hij gaat er dus mee drinken en met lieve meisjes slapen. En dus zij hopen dat wij gaan leren dat geld krijgt om de kinderen op te voeden. Dus die zijn zwaar belast nou, want nou moeten ze dus voor het eten zorgen. Ze hebben hun rechten verloren, veel van hun rechten verloren, ook wat betreft de godsdienst. Ze hebben hun taboes verloren om die mannen bij zich te houden. Ze kunnen niet meer terugvallen op hun ouders of grootouders. Dus ze kunnen ze niet meer te... De oplossingen daarvan is niet makkelijk, want wij kennen dat model niet. Wij kennen het model van een vrouwenmaatschappij niet. Dat dus zij moeten langzamerhand worden, is ook een mannenmaatschappij? Nee, ze moeten een eigen model gaan zoeken. Wij kunnen alleen maar aanmoedigen. Dan kun je erbij helpen. Ja. Bent u daarom antropologie gaan studeren? Ja, om te laten zien, dat is mijn werk ook bij de student. Ik zeg, ik kan jullie niet een model aanbieden. Dan moet je niet op zitten wachten. Je moet er zelf gaan zoeken. Maar ik zal zeggen wat we verkeerd gedaan hebben. Waar we hele grote fouten hebben gemaakt. Waar de wonden liggen. En ik zal een beetje een weg wijzen. Ik zeg, nou hier, dat zal het wel zo moeten zijn. Maar wat de toekomst zal geven, het zal een hele andere maatschappij moeten worden. Natuurlijk. Misschien meer gecomplementeerd. Hè? Dat, niet alleen niet de mannen ook verwaarlozen. De mannen zullen ook heel veel moeten leren. Zo aan beide kanten moet heel veel geleerd worden. En dat wordt ook gedaan in alle kerken. Ze zijn veel bezig met dialoog daarover. Hugo Hinvelaar geeft antropologie op het Augustinus College in Mepima. Het is een groot seminarie. Van de 68 leerlingen zal slechts een klein percentage priester worden, want het celibaat is in deze Afrikaanse cultuur moeilijk in te passen. Een man zonder kinderen geldt niet als volwassen. In my case, it would be very difficult. Looking at the tradition from the tribe we come from, there's a great demand for having children. My mother always tells me, no, that you should have children, you cannot just live like that. And also you say, no, at least you need a lot of money in the family, supporting the family, this one and that one and so on. But also to have to explain slowly probably they will understand. It's really difficult, but all the same, you have to take it slowly until they understand, because the tradition really does not hold that you can just grow like that without children. Behalve priesters worden hier ook leken opgeleid, die later als gehuwde mannen een functie in de kerk of in de regering kunnen vervullen. Daarnaast zal een aantal na hun opleiding aan een Afrikaanse of Europese universiteit verder gaan studeren. Net als de meeste vroegere Europese seminaries kan het Augustinus College zichzelf onderhouden. Ja, dat proberen we tenminste op zoveel mogelijke manier. Koeien, varkens, kippen, van alles. Dus heel veel wordt er geleverd aan het seminarie. En zelfs wordt er een beetje geleverd aan de stad, ja. En hebben de dorpelingen hieromheen daarna ook nog wat aan? Ja, het is altijd nog steeds hetzelfde principe, dus... De missiepost, de nederzetting, die staat in dienst aan de mensen rondom. Dus bijvoorbeeld die maïsmolen, die werkt voor de mensen. En vooral tegenwoordig, nu de prijs is verdubbeld, is het voor de mensen die maïs hebben, die kunnen hier komen om dat te laten malen. En dan krijgen ze het op een hele goedkope manier, hebben ze toch eten op tafel.
De verdubbeling van de prijs van het dagelijks voedsel maïsmeel veroorzaakte de eerste serieuze crisis in 26 jaar binnen de regering van president Kaunda. De voorzitter van de Zambiaanse bisschoppenconferentie is Dennis de Jong, een Zambiaan met Nederlandse voorouders. Hij is bisschop van Ndola, een stad op de Copperbelt, waar veel voedselrellen waren. De kritiek kwam op gang, ook bij de bisschoppen, wat hen in regeringskringen niet in dank werd afgenomen. I think the church is not divorced, you know, from the social situation, including the political situation. So we think as church we should promote the understanding of human rights so that they can promote human rights. I think our government wants justice, and so we help the government to promote human rights. And then also the people need to know different political systems. So the wind of change, you know, in politics has been blowing in Eastern Europe. Now it's blowing in Africa, West Africa to begin with, and now we see it happening also here in Eastern Africa. So we are not for anarchy or to destabilize the government. In fact, we are loyal citizens, but we are equally concerned that people understand what good government is and therefore play their rightful role. But I suppose sometimes in doing this, we might speak of some of the problems of a country, and sometimes politicians don't like that. But I think deep down, they appreciate the work of the church, and that we are loyal, and we have a duty, I suppose, as sometimes the president has told us, we're the mirror of society. So and sometimes the watchdog as well. Yes. So sometimes it's not good to show. You know, your face needs, you know, cleaning, and your hair needs combing. So I suppose that is the reason. But I think there's good understanding, you know, between the church and the government. Good afternoon. Good afternoon. Welcome. Mr. President, how are you? And how are you? In Zambia worden interviews van buitenlandse televisiejournalisten ook opgenomen door de Zambiaanse radio en televisie. This is the hangman's chair. Uh-huh. Het katholieke maandblad Itshengalo had scherpe kritiek geuit op het regeringsbeleid en was daardoor in aanvaring gekomen met de president. You have called the churches the watchdog and the mirror of the party and its government. But during our stay here we have learned that when the Bemba church paper Itshengalo complained of the high prices of the daily food, that was not received very well by the party and its government. Mm. So it seems that the theory is not matching the practice. So when the dog barked, he was sent back to the kennel, you know. Yeah, I think that there has been some misunderstanding of what is taking place. The church has spoken, and we have listened. And when I say that the church, we look at the church as the mirror, we do not want the mirror to be glazed. If the mirror gets glazed, you can't see your face very, very well. You begin to see two faces, three, four faces in one mirror, and your own faces are chopped. In this respect, what has happened is that the church has accepted our policies. I referred, when I was opening the National Convention, which discussed these matters, to a publication by all churches coming together. They supported fully the philosophy of humanism. I hope they still support the philosophy of humanism. Now, when Itshengalo speaks of high prices, we all know that. We all know that. And that is why we have been reorganizing, restructuring our economy. That restructuring of the economy is our own way, our own program. Naturally,
we seek support of our friends, including your own country, a great friend of ours. And this program has been supported by the IMF, World Bank, and many donor countries and organizations. But it has certainly imposed on us, as a people, very hard conditions of life. Especially, I emphasize, especially the poorest of the poor in our society. And Margaret, allow me to call you Margaret. I have worked and suffered to help free my countrymen from the yoke of oppression. We have built schools for the poorest of the poor. I must say the missionaries helped a lot. They built schools and hospitals. But after independence, we built primary schools, secondary schools, colleges, and universities, now two of them. And education, we made education free. Because I myself could not go to a university because I was poor. My father intended to send me to his friend, ZK Matthews of South Africa, to go and have my university education. He died, unfortunately, before he could fix that. So I didn't go to university. And yet, when we took over, we realized that I myself almost lost a chance of a primary education because my mother did not have half a crown. So with all this at the back of our minds, we made education free, health services free, because we knew our people were poor. And we're building them up through reorganizing our society. Churches must know this. What we have done is to try and shorten the period of suffering and get to happier days for everybody. But that Shengelo is quoting people who call us as oppressors. We are not saying the conditions in the nation are not hard. They are hard. But you criticize us as being deliberately oppressive is not fair at all, because we're not. Margaret, we brought in grinding mills, hammer mills, to establish centers where our people can go and buy maize and grind it for themselves, making life cheaper to live than it has been up to this point in time. That is not the work of oppressors who are doing things deliberately to bring hardships to their people. I find this very difficult to understand. For the Catholic Church of all churches, I want to hear from the bishops, first of all. Well, I suppose he's right in many ways. Zambia has a good record, I think, of human rights, and so I think we can be proud of that. But having said that, I think no country is always just in every way. So we who are nearer the people sometimes hear the hurts and the burdens that the people have to carry. And in this situation now, the government, for good reason, is trying to restructure the economy. But we as church have to say, well, okay, but the prices of things are going up. Why must the poor carry all that burden of restructuring? So we would feel that if this wealth is a little more distributed, then we can all carry this burden. So I suppose this is Tussen 1960 en 1970 werden de meeste Oost-Afrikaanse landen politiek onafhankelijk. Economisch bleven ze met handen en voeten gebonden aan het Westen. Van de 41 allerarmste landen van de wereld liggen er 26 in Afrika, waaronder de bakermatten van Zendingen Missie, Zambia en Tanzania. Het land is niet arm. Het land heeft voldoende landbouwgrond. Er is voldoende water als de irrigatie mogelijk was. Ze kunnen van alles verbouwen. Aardappels, mais, rijst, noem maar op. En allerlei vruchten kunnen ze verbouwen. Bovendien, het land heeft grondstoffen. Goud,
petroleum, steenkolen, ijzer, noem maar op. Hè? Marmeristen, diamanten zijnde. Als het allemaal normaal ontwikkeld kon worden, dan kon het land rijk zijn. Dus als ze daarbij geholpen zouden worden, dan zouden de hele wereld ervan kunnen profiteren. Ja, of dat ze hun eigen geld konden gebruiken voor dit soort dingen en het niet hoefden uit te geven voor andere dingen waar ze nu zoveel buitenlandse geld voor nodig hebben. Ze moeten zoveel suiker invoeren, maar ze voeren ook nog suiker uit in de hoop dat ze op den duur zelf voldoende suiker hebben en dan een stuk markt kunnen behouden. Die markt willen ze niet verliezen, dus ze voeren suiker uit. Van de andere kant voeren ze weer suiker in, want er is niet genoeg voor de mensen hier. De economische situatie in de hele wereld werkt dat in de hand. Ik voor mij vind het gewoon een modern slavendom. Wat voor Tanzania geldt, geldt voor veel Afrikaanse landen. Er is een potentiële rijkdom, maar het geld gaat weg aan aflossingen van rente op leningen. De droom van Livingstone, dat het contact met Europa via cultuur, godsdienst en handel de Afrikanen meer levensgeluk zou geven, is voor het overgrote deel niet uitgekomen. De Nederlandse missionarissen hebben vooral in de dorpen gewerkt. Toen de bevolking van het platteland massaal naar de stad ging trekken, vroeg dat om omscholing. U hebt cursus gevolgd om bij te kunnen blijven. Een jaar in Oeganda op een pastorale school voor catechese en theologie. En nog een jaar in Nederland toen op het Instituut voor Social Studies. En dat heb ik eigenlijk heel bewust gekozen en gevraagd voor. En dat is natuurlijk de ontwikkelingen die je meemaakt. Later voel je aan, wat heb ik nou echt nog nodig? En dat omdat ik in de stad zat van Tabora, toen in de stad van Kigoma, om al die nieuwe dingen die in zo'n stadsparochie erbij komen, waar we toch weinig voeling mee hebben, en eigenlijk op een dorpsniveau doorgaan, had ik daar behoefte aan om die aanvullende cursus daarin mee te kunnen doen. Het had niets te maken met religie, maar het gaf me wel heel veel hulpmiddeltjes om later urbanisatieverbanden met elkaar in contact te brengen. Immigratie, jongeren, jeugd en werkgelegenheid. Hoe komen mensen aan hun inkomen? Al dit soort zaken. Ik moet zeggen, we zijn wel met een klein bagage vertrokken, maar daar is erg veel werk van gemaakt bij ons, ook voor de geestelijke vorming. Na 11 jaar ben ik 5 maanden in Rome geweest voor een 30-daagse retraite met alles erop en eraan. En dan hebben we 5 maanden met Bijbel en alles. Dus het is allemaal voor persoonlijke vernieuwing en binnen de groepen ook. Daar is voor onze congregatie uit erg veel voor gedaan. In 1985 noemde 45% van alle Afrikanen zich christen. Getalsgewijze is de missie bijzonder geslaagd. Maar meer dan de helft van de katholieken trouwt niet voor de kerk. Omdat de kerkelijke huwelijkswetten haaks staan op de Afrikaanse traditie. Ook het priestercelibaat gaat dwars tegen stamtradities in. Het aantal priesters dat kinderen heeft valt niet te schatten, maar het zijn geen uitzonderingen. De gelovigen moeten hun priesters onderhouden. En dat doen ze ook. Maar verder is de Afrikaanse kerk volkomen afhankelijk van financiële steun uit het Westen. En niemand weet of dat geld blijft stromen als de missionarissen verdwenen zijn. Van wat betreft financiën zien zij het op die manier dat als we hebben, dan moeten we delen. Europa heeft, die zal best willen delen. En dat hebben ze tot nu toe altijd gedaan. Wij zijn bang wat we noemen van het syndroom van afhankelijkheid, dat ze te afhankelijk worden. Zij zeggen, laat ons nou maar doorgaan. Als het op is, dan gaan wij ook voor onszelf zorgen. Dat is hun antwoord. Maar natuurlijk zijn wij toch bezorgd. Hè? Ik bedoel, dat een soort instelling wordt. De blanke missionarissen kunnen hun taak overgeven aan zwarte priesters en bisschoppen. Maar de Afrikanisering is niet voltooid. De bisschoppen hebben zich neergelegd bij de uitspraken daarover van Johannes Paulus II. Zijn gezag in Afrika is groot. En bovendien, de bisschoppen willen binnen de wereldkerk blijven.
Een tijdperk loopt ten einde. Missionarissen waren een apart slag mensen. Vrijgevochten, ondernemend, religieus geïnspireerd, overal inzetbaar. Theo Slaats is zo'n aparte. De enige nog blanke secretaris van de zwarte bisschop. Theoloog, pastoor van een parochie die kippen fokt om mensen goedkoop kuikens te kunnen leveren. Toen de laatste witte broeder wegging, nam hij de ambachtsschool over waar schoolverlaters een vak kunnen leren. Daarnaast is hij vader van 7 kinderen en grootvader van een kleinkind. Dat is zelfs voor een apart slag mensen wat ongewoon. Toen ik in 1971 hier kwam, als vreemde voor deze streek, was onder andere een van mijn vrienden, dat was de commandant van de gevangenis. Waar ik min of meer kind in huis was. Die man had vrouw en 7 kinderen. Die man was ik dus heel dik bevriend mee, die werd gepensioneerd. Pensioen wat ik krijg is heel klein, waar iemand onmogelijk van kon leven. Dus wat gaat hij doen? Die gaat een handeltje drijven buitenom om wat extra inkomsten te krijgen. Daar heb ik hem toen bij geholpen. Wat hij deed, regelmatig spullen gaan kopen in Zambia, die hier verkocht. Op een van zijn reizen naar Zambia stierf hij en is begraven in Zambia. Achter. Die man was een Nyakusa, die vrouw was een Sukuma. Volgens het gebruik van hun hier zou die vrouw teruggestuurd worden met lege handen naar Mwanza, terwijl de kinderen en al de eigendommen van de vader overgenomen zouden worden door de familie van de vader. Toen tussen beiden gekomen, dan heb ik gezegd, nou, dit gaat niet, die vrouw haar 7 kinderen ontnemen en met lege handen terugsturen naar Mwanza. En die kinderen ergens onder de familie onderbrengen. Ik zeg, die blijven hier zitten. Die moeder en die kinderen. En al het eigendom van die man, dat blijft hier. Willen jullie het hele zaakje hebben, dan moeten jullie eerst teruggeven wat ik aan die man uitgeleend heb om zijn bedrijfje op poten te zetten. Nou, dat konden ze toen niet. Toen ben ik naar de rechtbank gegaan en de rechtbank die heeft toen na onderzoek dus uitgemaakt dat ik de voogd zou zijn van de familie. En daar zat ik dus met een vrouw en 7 kinderen. Dochters en... 2 zonen en 5 dochters. Nou, en die waren toentertijd allemaal klein. En die heb ik in het loop van de jaar onderhouden. En nou zijn we op het punt gekomen dat ze gaan trouwen. Eentje is er al getrouwd. Daar heb ik de bruidschat van gekregen. Wat is de bruidschat hier? Bruidschat, dat is wat de familie van een man moet betalen om een vrouw te krijgen. En waar bestaat die dan uit? Nou, een stel koeien, dekens en een hoop van die dingen die symbolische waarde hebben om de band tussen twee families aan te sterken. De zoon, een van mijn zoons, die gaat volgende maand gaat die trouwen. Dan moet ik dus voor betalen, de bruidschat voor de zoon. Maar in ieder geval, zodoende ben ik dus aan die familie gekomen, een vrouw. Dat is een ouder, hè? 7 kinderen. Deze contact met kinderen, als vader, hè? En als grootvader met kleinkinderen. Daar zit een hele speciale emotionele band die stukken en stukken verder gaat als de normale binding tussen een priester en zijn gemeente. Het goede daarvan is dat de dingen die ik dus daar meemaak, nou als vader, noem maar wat. Een van mijn dochters zat op het 4e klas van de middelbare school. Vlak voor het eindexamen. Op een gegeven moment krijg ik in de gaten dat ze niet op school zit. Dat is hier zo'n 20 kilometer vandaan. Dat ze niet op school zit, dat ze bij een man hier in de buurt zit. Tijdje naar de rand krijg ik in de gaten, ik bedoel dat ze zwanger is. En nog een maand later is het weg. Nou, dat is dan de dochter van de pastoor. Hè, maar ik bedoel dit, hoe dat mij dat raakt op een gegeven moment. Dat zo'n dochter uit de band springt. Heeft ze abortus laten plegen? Ja.
Op het ziekenhuis, dat heeft die man dus gedaan. Dat heeft die haar dat kind gegeven heeft. En die man is intussen alweer vertrokken. Ik durf niet een vrouw of een man, laat zeggen of vader of moeder, te verwijten als zoiets binnen de familie gebeurt. Want ik weet, je kunt er geflikkerd aan doen, niks. Met de beste wil van de wereld niet. En zo zou ik een hele hoop voorvallen kunnen, gevallen kunnen geven. Van dingen waar wij van tevoren heel tamelijk gemakkelijk over oordelen. Dat zeggen, volgens het boekje zou het zo moeten. Maar het leven, dat werkt niet volgens het boekje. Gaat u, als u 65 bent, terug naar Nederland? Geen sprake van, als priester in Nederland tel ik helemaal al niet meer mee. Dat is een beroep wat uit de mode is. Godsdienst, wat voor mij nog altijd nummer 1 is. Nou, in Nederland, dat heb ik wel gemerkt onder de laatste vakantie. Dat is eigenlijk iets uit hun tijd, hè. Doet de een of andere zot, die doet er nog aan mee, maar een normale mens niet meer, hè. Dus laat zeggen, de dingen die voor mij eigenlijk heel belangrijk zijn in mijn leven, die zijn er in Nederland niet. Tweede, als ik eens kijk naar diegenen die teruggegaan zijn naar Nederland, voor welke reden dan ook, de meeste ouderdom, ziekte, die zijn teruggegaan in Nederland. Waar zitten ze? In bejaardenhuizen. Worden ontzaggelijk goed verzorgd, maar het zijn mensen zonder geschiedenis. Al die mensen die hebben hier geleefd, jaar 30, ooit 40 jaar lang, hebben hier gepresteerd, komen ze terug in Holland als een oud manneke die zijn verhaal niet kwijt kan. Die kan eens één keer, twee keer kan eens vertellen, nou, ik heb in de missie, heb ik tegen gedaan, als ze twee keer vertellen, ze hoorde ik al lang gehoord. Hè? Zeven niet. Hoe kijkt een rustend missionaris terug op 40 jaar missiewerk? Wat is het belangrijkste dat hij is komen brengen? Ja, ik denk dat je niet vanuit moet gaan dat je iets brengt, maar iets met hen deelt. We hebben het altijd idee gehad, we brengen daar wat. Hè? Maar als je deelt, zij geven wat zij hebben en ik geef wat ik heb. Ik denk dat het veel meer invloed heeft als iets brengen. En wat hebt u ze dan gebracht? Ja. Bouw bijvoorbeeld, hygiëne. Verstandhouding in de familie. Natuurlijk ook wel wat voorschriften. Hè? Heb je naast lief. Zij had dat gebod ook om alleen voor eigen familie. Hè? En ik heb toch geprobeerd dat een beetje uit te breiden. Ook dat andere mensen dat verder als familie. Maar wat ik daarvan gebracht heb, dat ik denk niet dat je dat in woorden kunt uitdrukken. Maar u hebt het en wat ik gekregen heb ook niet. Nee. Ik heb daar een levensvreugde van die mensen. Ik heb bijvoorbeeld nooit geen kwade zin meer. Dat al jaren niet meer geen kwade zin tussen. Hebt u van hen geleerd? Hè? Ja. Ja, dat hebben we gedeeld. Zij hebben ook een kwade zin. Ze kunnen ontzettend kwaad worden. En vandaar ook die moordpartijen. Dat is een gevolg van. Van kwaaie zin, van de pest erin hebben, hè. Dat kunnen ze wel hebben. Maar, u kijkt terug op een rijk leven? Ja. En ik ben niet een geboren optimist, maar wel een geworden optimist. Hè? Sinds 1961 krijgen missionarissen AOW als ze 65 zijn. De meesten werken door en komen pas thuis als ze tot last van de Afrikaanse gemeenschap worden. Een goed jaar geleden verhuisde de communiteit van de Witte Paters van Boksel naar Heidhuizen. Tot verwondering van velen namen ze hun dode confraters mee. Waarom deden ze dat? Ja, wij moesten verhuizen omdat de weg van Eindhoven naar Den Bosch werd uitgebreid. Uiteindelijk hebben we hier een plek gevonden in Heidhuizen. Het gevolg zou geweest zijn dat onze confraters, zo'n 150 in getal die daar begraven lagen in Boksel, die zouden midden in een wegennet zijn komen te liggen. Dus eigenlijk onbereikbaar voor iedereen. En we vonden het geen pas geven dat onze collega's, onze geestelijke voorouders kun je wel zeggen, dat die daar eenzaam en verlaten in Boksel lagen en wij hier zouden wonen.
er kwam nog een idee bij dat onze mensen in Afrika het niet zouden begrepen hebben dat wij daar onze geestelijke voorouders zouden hebben achtergelaten. Die horen bij ons, zo voelen we dat zelf ook aan. Aan het eind van de eeuw behoren Nederlandse missionarissen, zoals we ze tot nu toe hebben gekend, tot het verleden. Wie zullen er in hun voetsporen gaan? We krijgen veel doktoren, verpleegsters, je krijgt mensen van de universiteit, mensen die echt betrokken zijn met het land, die niet alleen maar komen om een thesis of een scriptie te schrijven, maar die zich dan helemaal gaan inzetten. We noemen ze Afrikanisten. Nou, dat zijn wij ook eigenlijk. En niet die tijd. Gebruikten wij de kerk om hier te komen, in zekere zin. Nou, hebben ze andere middelen. En ze worden meer gesteund door als studenten. Je hebt ook niet zo'n leger meer nodig zoals jullie toen. Nee, nee. En ook het missionaire idee. Nou krijg je dus dat we ook denken aan het uitbrengen van hier naar Europa. Dat is ook een soort zending. Het mooie van Afrika laten zien. Afrika kan heel veel bijdragen aan ideologie, aan levensstandaard, manier van kijken op het leven, de blijheid enzovoort. En veel mensen die hier gekomen zijn, familie en zo, na een maand zijn ze helemaal verrukt erover. En ze veranderen ook. Europeanen die dat land echt hebben geleerd, die veranderen ook verder voor hun hele leven. Aanstaande zondag 13 januari om 2:00 een herhaling van het laatste deel van Het einde van een tijdperk.